Hallo, hallo, goedenavond. Heb er een de knikziekte hier, zie je dat? Die Vicky Chen heeft er een de knikziekte, zie je het? Oh, ja. Mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Disneycraft. Ik ga bouwen en ik word een beetje geassisteerd door deze monster. Wat is er? Oh, dat pakje wat hij aan heeft. Hij heeft een pakje aan. Hij zit in een pak. Op naar Dindelo. Ja. Okay, people, let's go to work. Ja la 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 la
wou je erin doen? Zitten, oké. Okay. En ik wou dit allemaal brik maken. En Lira is even bezig met het afwerken van dit gebouw. We hebben even dat geplakt naar daar. En dan maken we daar even wat moois van. En dit is een nieuwe attractie bij ons. Hé, ik zat vast. En dat heet de Disney Studio. Studio World? Studios? Ja. Weet ik veel. Je weet, oh ja, nee, heel veel mensen weten het nog niet, want alleen Irma, Roby en even denken, ik weet niet meer wie, maar een paar mensen hebben er maar aan gebouwd, niet zoveel. En Mart VW helpt zelfs mee met slopen, zie je dat? Fucking Oh. Ja, bedankt Mart, bedankt voor je hulp. Ja. En dit is wel leuk dat je nu een pleintje hebt, want het was allemaal heel dun en eng met al die paadjes. En hier loopt het uit tot een wat breder pad. Dat vind ik zelf persoonlijk wel wat mooier. Ja, hallo, Vicky Chen. Voor mij heeft hij een berenpakje aan, hoor. Of het is een eekhoorntje. Ik denk een eekhoorntje, want het heeft een heel erg krullig staartje. Ja, eekhoorn, zie je het? Oh, het is een eekhoorn. Nee, hij is een bever. Nee, dat is Kroebeer, hè? Hij is een bever. Niet. Hij heeft tandjes. Hij is een vetnek. Hij is een eekhoorn, zeg. Nee, dat is die andere. Die stond er net naast met die bloemetjesjurk. Weet je wat ik wel zou willen zijn? Een bloemenman gordijn. Een bloemenman gordijn. En dromen? Wat zeg je? Syndromen? Ja, syndromen. Nou. Daar gaat niks meer. Welk syndroom? Oh. Nee. Syndroom van Up. Ja. Up. Wat is Up? Shot. Mag we niet? Nee. Nee, maar dit wordt een loopattractie. En de loopattractie is natuurlijk wel heel apart. Je gaat langs allerlei sprookjes. En we hebben al een aantal sprookjes gebouwd. Roy heeft bijvoorbeeld Pinocchio gebouwd. En even kijken. Irma was bezig geweest met de kleine zeemermin. Had ik ook een sprookje gemaakt? Ja! Hap. Dat denk ik, ja. Ja. Nou, en loopt het dan een beetje goed? Of? Wat? Ja, die attractie. Dat weet ik niet. Ja, je moet het wel even uittesten ook, hè? Oh ja, dan moet het ook even uittesten, ja. Ja, dat vergeet ook. Het niet. Sorry. Maar je loopt voor een meter en dan zit je weer. Ah, dat is gedonder. Maar het is wel leuk dat het zo doorloopt. Ik zit even te kijken of we dat misschien beter kunnen doortrekken. Dat een beetje een breder pad wordt. Ik denk dat mooier is namelijk. Ja, die hoek sowieso anders. Hier. Ja, altijd. Ja. Altijd. Ik weet niet wie die net had veranderd. Best is zelfs nog zo, ja inderdaad. Ja, zo ja. Dat was netter. Dan... Perfect. Ja. Zoiets, hè? Ja, zo. Hallo. Dat loopt wel goed. Oh, Roy is er binnenin. Roy, wat zit je te doen met die beer? Roy. Oh god. Roy, wat ben je aan het doen? Raam dicht, Roy. Roy, wat ben je aan het doen met die beer? Roy. Die beer is gevaarlijk, kijk uit. Roy. Ik denk dat Roy er niet is. Ik denk het ook niet. Een klein gokje hoor. Ik denk dat ze is opgegeten. De wat? Hallo. Hallo meneer. Dat is Arno van Fries Hosting. Hallo meneer. Dag meneer. Welkom in de video. Zit ik in de video? Je zit in de video, nee, eindelijk weer. Mensen, ik zit in de video. Mensen, je kan een maand fit verdienen als je antwoord onderin zet in welke video voor het laatst Arno kwam.
Oh. Krijg je... Wat erg. Ja. Maar ja, ik ben er weer eens een keer. Dat is een hint. Dat is een hint, jongens. Ik ben er weer eens een keer. Ga niet naar video's van gisteren kijken op mijn kanaal. Is het goed of slecht nieuws dan als Arno er weer is? No. Kan twee dingen betekenen. Ja, ja dat weet je. Ik zie je wel op een waker en die houdt helemaal in de gaten hier. Ja, die houdt alles in de gaten. Ja. Absoluut. Ah, het is onze grote vriend Arno. Arno is van weg geweest. Is Arno op vakantie geweest? Ja, naar Remcar. Waar de fuck ligt dat? Wat? Dat is gewoon de kamer andersom, laat maar zeggen. Wat? Remcar. Zucht. Ik snap slecht, het niet. Sorry. Slecht, slecht. Remcar, kamer, omdraaien. Remark is er dan. Remark, ja. Hij is ook thuis gebleven, klaar! Oh my god. Laat mij eens maar weer kraken hoor, jammer dit. Hé, grap. Grappie is er ook weer bij. Grap is ook van vakantie terug geweest. Iedereen is op vakantie. Dat is jammer, want je mist mensen gewoon. Ja, ik ken ze hem niet, maar... Gewoon je mist mensen. Nee, ik ken ze. Nee. Ga jij nog op vakantie? Nee. Jammer. Oh. Volgende week school. Yes. Oh. Nee, maar dat is goed voor je. Lekker leren. Ook een stukje water waar een flamingo zit te broeden. Ik weet niet waarom, waarom die zit te broeden. Als je gewoon in het water een beetje te kroelen, hè? Even kijken hoor. Huppakee, dat is ook gevuld. Hier blok, zo. Een leuk paadje hier, hè? Er loopt een paadje, een leuk natuurpaadje. Ik kan gewoon lekker even... Eén zijn met de natuur, we vergeten het op de flamingo. En we gaan verder aan dit Govi gebouw. En Leroy, jij zei net dat je dit een leuk gebouw vond, hè? Ja. Wat vind je daar leuk aan? Ik weet niet, ik vind het zo gedetailleerd eigenlijk. Oh, nu niet meer, nee. Ik sloop de... Zet nu op. Ja. Dat hoofd is shattig, ook naam. Ja, Govi, ja. Leuk karakter ook, maar ik vind wel dat je heel weinig van hem ziet op televisie en zo, hè? Vind je niet? Ja, gompie. De mensen zeggen ook, hey YouTube, grappig. Dat gaat hem wel je weghalen, toch? Ja, ik doe een beetje random. Oh ja. Van de andere kant op bezig om het te verwijderen. Dat het een beetje random uitsteekt ook, dat gras. Want ik vind het rechte pad een beetje... Okay. Dus ik wil het een beetje... Ja, je moet wel op het rechte pad blijven, hè? Ja. Hup. Oh! Naar gaan ze. Naar gaan. Klopt niet. Oh, nice. Zo. Hallo, Mr. Dentalux. Dat is echt zo'n, hoe noem je dat? Superman, zie je? Hij heeft echt zo'n stoere hoofd. Met zo'n plukje nog ervoor. Oh ja. Schattig. Schattig. Die 3D-skins zijn meestal wel vet hoor. Dat je net ja, zie, iets, nee, absoluut. Iets ervoor ziet. Absoluut. Heb je ook met je hoedje. 3D. Ja? Ja. Oh ja, klopt. Ja, ja, klopt. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Maar mensen lopen echt de hele tijd voor me en dat is echt heel vervelend. Kijk, deze laten we doorgaan zo. Deze ook zo. Gewoon lekker pad een beetje breder maken hier. Zo. Een kwartsblok op die rand. Hier zo. Ja, ja, is goed. Oh, dat witte niet. Nee, dat witte wil ik weg. Dat wil ik een beetje vanaf. Daar wil ik een beetje vanaf komen, ja. Dan zou ik hier palen doen met stone. Ja, dan zou ik stone doen. Dat staat natuurlijk wel mooi, denk ik. Van die Of deze? Kom wel mooi. Kom ook wel mooi overeen. Met de palen, zeg maar. True. Iemand vraagt weer een keer GTA 5 doen, zegt hondenvriend. Nee. Het is geen goed spel. Even kijken hoor. Nee, het is toch zo. Het is, echt geen heel goed spel, zeg maar. Ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Ik ben benieuwd hoe het op de Next Chance gaat doen. Ja, inderdaad, ja. Ja, ik weet niet hoe het dan...
Ja. Ik zit even te kijken of het terecht is. Nou is het terecht, maar hier zit zo'n gek boeboe. Oh. Ja, maar ja, dat heb ik gedaan. Een beetje uitsteeks, want een beetje anders is het weer zo vlak. Anders is het weer zo recht, weet je wel. Zeker, zeker. Oh, ja. Zeker. Zeker. Oh, heeft wel wat, ja. Ja, hondenvriend, je mag hem wel echt weg. Weg, up. 3, 2, 1. Hij was net weg. Ah, je toe, buurman. Ja, hij vloog in één keer weg, joh. Ah, je toe. Jeugd, buurman. Hey. Jongen, jongen, nou, die gozer die liep altijd voor je en nou is hij gewoon weg. Ah, je toe, dat heb ik gezien, buurman. Nou, zeg. Nou. Wat een gekkigheid. Wat een gekkigheid allemaal, die server, hè? Gekkigheid. Ja. Laten we eens even wat gaan bouwen, buurman. Wat wil je bouwen dan? Nou, gewoon iets moois. Ik heb hier nog wel een schroeven draaien. Nou, zeg. Dat is een grote. Ja, die zilverdraaier, hè, mensen, niet meteen... Niet zo verdraaien. Zo doen. Zo ja. Denken, niet verhaal verdraaien. Ja, verdraaid. Verdraaid door het... Een verdraaide schroef verdraaien, ja. Nou, ziet er al een stuk leuker uit. Zie je het verschil, jongens? Van het rechte naar het een beetje... Ja. Wel goedkoper met dat dan meteen gezelligheid. Ja, boomwiel, ja. Ja, ja misschien kunnen... Ja, excuus. Ja, jammer. Ik ga wel even wat doen. Wacht even, let op. Nou, zeg. Wordt weer onderschat. Oh. Even kijken hoor. Ik weet de code niet meer, want ik heb dit heel lang niet meer gedaan, maar ik denk deze. Wil je weg gaan, Kenny? Yep, yep. Ja, nou, dat Kenny hoor. Oh. Oh. Neres. Oh. Dat ken ik. Oh. Neres. Neres. Magie. Vergaas. Dat is Kevin en dat Neres. Zo magisch. Zo magisch. Oh, nee! Ik plaats net een bloem op. Godverdorie. Nou, dat is al genoeg. Mooie boopjes. Het kan niet flauwer. Flower power. Wat is het dan voor bloem? Is dat bakbloem? Ik heb geen flauwer idee. Moet je er wat zout bij doen? Ja, een beetje flauwer. Ja. Boterbloem. Een boterbloempje. Daar kan je meel van maken, toch? Ja, en dan wiet. En dan heb je taart. Milf. Voicemail. Hey. Voicemail. Bakmail. Ja. Maar de biome is aan de ene kant lichtgroen, aan de andere kant donkergroen. Ja. Ik broek hem. Ik voel hem aankomen. Vincent, wie je de biome veranderen? Is goed. Hé hey Vincent, zou je de biome willen veranderen? Ja, is goed. Ah, oké, tof. Zeg eens hocus pocus. Pocus hocus. Ja, oké, hij is jungle geworden. Ja. Nice, hè? Ja, doen we maar gewoon, dat hè? Moest niet, hè? Dat moest niet. Moeten we. Zo gaat dat. Naar gras. Naar gras is dit, hè? Naar gras, ja. Allemaal gras. Kijk hier nog eens. Ja, maar dat is niet zo fijn meestal, hè? Nee, het is niet dan zo fijn. Dan gaan mensen vrieren en zo. Ja, joh. I feel fine. Ja. Een pineapple. Pineapple, ja. Maar dat is wel fijn op zich. Feyenoord. Fijn. Feinstein. La 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 la. Da 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 da. Dennis Doorzaak. Hooi balen. Drinkflesjes voor cavia's. Grote drinkbakken. Eetbakjes, 86% ecologisch. Vincent, ik ga even ergens in een restaurantje zitten even een frietje eten hoor. Ik moet eten namelijk. Oh echt? Ja. Oh nou, eet smakelijk meneer. Dankjewel. Tot ziens. Dag. Doei. Ik ga eens even een bankje opzoeken. Ja. Is goed. Zo. Ja, een bank of een... Ja, of een snackbar eigenlijk hè. Ja. Oké. Okay. Hebben die hier in de buurt? Ja, frietjes. Kan ik betalen. We hebben ergens ook wel het kanon van Erik. Ja, die staat bij het zwembad. Heeft iemand onder wat gebouwd? Oh nee, hier zo op de hoek zit het, volgens mij.
Daar ga ik wel even zitten. Dan hebben ze lekker hamburgers, joh. Ja? Oh. Ja, ja. Nou, ik heb er geen kaas van gegeten, hoor. Nee, ja, dan moet je ook geen cheeseburger nemen. Ja, ik ben er. Nu klink je echt uitgekookt. Nee. Ja. Krachten! Doeg! Kijk hoor, ik haal dit even een stukje weg, want dit is gekopieerd naar die kant. Dit was eerst bij het water, lag dit. En dat stukje is weggehaald namelijk. Hier stond vroeger namelijk Marvel gebied. Voor de mensen die het nog niet weten, dat is weggehaald. Is weg. Door inactiviteit is dat weggehaald. Dat is even voor de duidelijkheid. Dus ik ga dat even gras maken allemaal. Magnaas. Gras. Yes. Gras. Zo. En hoe vind jij, Arno, hoe vind jij het eruit zien allemaal? Ja, dit ziet er niet zo mooi uit, hè. Nee, maar dit is basis, hè. Dit is begin en dan ga je uitwerken tot detail, hè. Nou, dames en heren, dit was de bijzondere aparte Disneycraft aflevering. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Volgende keer zijn we weer terug. En dan gaan we weer verder bouwen aan iets. Of we gaan iets funs doen. Tot de volgende keer. Bedankt iedereen voor meedoen. Tim ook. En jij bent eten die toch over is eigenlijk. Ja. Doei. Iedereen is eten. Doei.